Goedendag iedereen, op deze 26 juli 2022 hier nog enkele sfeerbeelden te Terneuzen Kennedylaan. Dus het winkelcentrum van de stad met de Aldi, de Action, Jysk, Lidl, Big Bazaar, Quantum, Broers, allez, tientallen winkels met de andere kant erbij. Zo, ik was hier nog even voor enkele boodschappen, want er zijn ook zaken die bijzonder interessant zijn in Terneuzen. Zoals bij de Hamma. En dan ook wel hier in het winkelcentrum Schuttershof, Etos en zo. Rederij Dennick. Ja, die boot is hier ook wel regelmatig aanwezig. Het is ook interessant, je kan dat hier boeken, 50 passagiers kunnen mee. Ik zie ook een website, dus dennick.nl. Ja, het winkelcentrum moet ik nu even niet meer zijn, dus terug naar de bushalte via een stuk van de binnenstad kan ik ook wel doen. Hier de mogelijkheid, de rechterkant altijd maar rechtdoor. Dan heb je het politiekantoor, het brugje over en zo richting stadhuis, oftewel langs de hier. Via de Noordstraat en de Grote Markt, Havenstraat. Hier opnieuw het informatiebord over het spoor van vroeger. In Hulst heb je die ook. De spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Dus meer bepaald wat Hulst betreft, dus via de oude spoorwegbaan, de fietsroute die ik in beeld gebracht heb. En dan hier natuurlijk heb je nog altijd het station die aanwezig is voor goederentransport. Zo, de BIP. Bijzonder modern. Ja, nu zou ik best een elektrische stap kunnen gebruiken. Zoals in Sint-Niklaas, Antwerpen. Ik zeg nogmaals, daar aan het winkelcentrum, hier is er ook een mooie plaats om die te zetten, dus verschillende locaties. Allee, je kan die vrijzetten waar je wilt. En vervolgens
Met de step ben je terug snel aan het stadhuis. Zie, maar je ziet hier ook geen deelfietsen. Ik had daar al een keer over dat onderwerp. Dat is ook natuurlijk iets nuttig. Deelfietsen en de step. Vooral hier, dat men toch iedere keer tientallen minuten moet wandelen tot de bestemming. Het familierestaurant gaat vooruit. Ze wordt wel bijzonder interessant. Zo, de Noordstraat. Ja, anders is het te saai voor de video. Langs de andere route is er eigenlijk weinig te zien. De winkels zijn hier open, hè. Dus het blijft dat beeld. Het is een autoluwe zone natuurlijk, kan er wel af en toe een keer een busje langskomen voor de winkels. We zien het opnieuw, hier is hier praktisch geen kat. Dat sluit aan bij mijn vorige reportage. Als je 30 minuten te voet moet stappen tot de bushalte en dan nog naar hier komen, ook vele stappen, nog terugkeren, opnieuw de bus eenmaal per uur en opnieuw 30 minuten tot je woonzone. Het is allemaal wel te ver. Je hebt dan wel wat lokale wandelaars. Ja, de eerste serieuze reportage dat ik hier gemaakt heb van de mobiliteit was al in 2018. Om alles mooi op een rij te zetten van er moet vervoer zijn tot deze locaties. Men is 4 jaar verder en er is absoluut niets veranderd. Nee, totaal niets. Dus daar op het eindpunt heb je de kruidvat, het rondpunt, ABC-complex, ja, dat staat leeg. Hé. Daar heb je wel nog een tweedehandswinkel. De Poolse winkel, voor de rest hier. Links en rechts nog wel een kledingwinkel en kleine zaken. Bon, die zijn open, hé, maar zoals je ziet, ja. En men is dan nog in de zomervakantie, dat het hier drukker is dan normaal. Ik spreek dan nog niet over de winterperiodes. Hier de gezondheidswinkel. De markt, ook nog even leuk om te zien. Dus op woensdag heb je natuurlijk de markt met de kramen.
En dan de horeca hier. Ik heb er enkele mensen zien zitten hier aan de linkerkant. Hè. En voor de rest... Het trieste van dit verhaal hier is ook wel, men maakte reportages in 2018. Nee, alles erop en eraan, de binnenstad, het OV, alles mooi op een rij gezet. Men schrijft brieven, men publiceert het. Men is 4 jaar verder opnieuw. Hey, wat is er veranderd? Ja, een bus die af en toe niet afkomt per uur. En de extra problemen. Hè? En voor de rest, er is niets bijgekomen. Die telecombedrijven hier, ja, dat marcheert wel. Hoofdzakelijk ook wel voor de abonnementen. Maar hier, deze horeca locatie, zie ik ook wel redelijk veel volk op de middag en de namiddag. Het is ook een mooie locatie en hier is de Intertoys. Zo, het Stadhuisplein. Dus hier lokaal is het wel interessant met de fiets natuurlijk. Van de woonzones kom naar hier komen met de fiets of naar het winkelcentrum. Maar je boodschappen, dat is ook wel iets dat je maar beperkt kan doen met de fiets. Je hebt vaak ook wel de bus nodig om je trolley mee te doen met de bus. Stadhuisplein. Er staat geen bord verboden te filmen. Hè. Dat is even een grapje er tussendoor. Dus opnieuw, ik moet mijn bus inschatten, want het is maar 1 bus per uur. Komt die niet, dan ben ik hier 1 uur extra. Hè. Maar bon. En dat remt ook enorm af voor het toerisme. Ik zeg, de mensen die nog moeten 30 minuten wandelen naar de bus, dat is wel veel te ver. Zo, beste mensen, ik heb ondertussen mijn tas moeten dragen zonder trolley. Ik wil niet overdrijven, maar dat weegt wel een stukje tot hier. Hé. Ik kan natuurlijk wel mijn trolley meedoen. Maar bon, normaal gezien moet er openbaar vervoer zijn tot het winkelcentrum. Hé. Dat is een feit. Zo, einde van deze wandeling zou ik kunnen zeggen. Om ook nog even de beelden te tonen zoals ze zijn. Hé. De realiteit, de dag van vandaag, dat is het. Je komt dus hier... met de bus en je moet alles te voet doen. Het winkelcentrum, maar ook de woonzones. Ik zeg nogmaals, te zien in de vorige reportage daar, die woonzones daar van Notene hebben geen vervoer. 30 minuten stappen naar een busgalde en vervolgens kom je hier, mag je nog een keer gaan stappen, 10, 15 minuten, tot het winkelcentrum. Zo, tot de volgende.